En wat train je nu dan? Wat zeg je? Wat train je nu dan? Nu train ik eigenlijk van alles. Als ik hier dit wegduw, dan krijg ik een beetje chesten, pectoralis, borstspier, triceps, gouden gordel, maar ook de stabiliteit van je grondspier. Oké, de voordelen ervan zijn dat je gewoon als je ermee werkt, dan voel je dat je echt moet werken in bijvoorbeeld die stabiliteit. Als ik deze beweging intensief maak, dan voel ik dat ik niet alleen met mijn armen werk, maar vooral werk ik in dit gedeelte van mijn lichaam. Hier doe ik een behoorlijke aanspraak op mijn stabiliteit. Dat is de indruk, de primaire reactie. Ja, ik weet niet of de... Hoe had hij hem in? Nee, dat is... Nu in stand 1. Maar dat is ook een van de kritieken erop. Hij is niet zo doseerbaar. Nog. Maar dat komt ook omdat hij natuurlijk nog niet uit door zijn kinderen. En als je het zegt inderdaad, zo concentrisch zou je meer gewicht moeten. Maar dat kan je dus instellen. Ja, je kan hem veel zwaarder maken. Zoals je zegt, zoals met een judo-beweging. Ja. Moet je hem nu veel zwaarder hebben dan deze. Ja, ja. Maar heb je ook... Oefen, jongen. Hoe vind je het om bij FC Utrecht te zijn? Ja, ik ben er jaloers op. Ik denk dat ik een beetje krachttraining mis. Ik denk dat ik even een paar maanden op de ijsving moet trainen. Hij is beter dan de oude. Dankjewel, Eindhoven.